Jack de Boer, zilver op de mixed NOC Team Relay. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Wanneer hoorde je bij wie jij in de ploeg zat? Volgens mij aan het begin van de week hoorden we het al. En toen konden we er gelijk al een beetje op oefenen. Hoe vaak hebben jullie samen kunnen trainen? 2 keer getraind samen. En wat voor strategie bepaal je dan? We hebben eigenlijk 3 best wel goede rijders. Alleen we hadden 1 meisje en die was wat minder. Dus daarmee probeerden we een beetje zo min mogelijk te laten rijden. En zo konden de sterke rijders meer rijden en konden zo afstand nemen van de rest. En zo probeerden we dat een beetje slim aan te pakken. En dat werkte. Laten we de halve finale mee beginnen. Hoe verliep die? Die verliep best wel goed. In het begin kwamen we een beetje achterin. Alleen we kwamen al heel snel weer naar voren. En toen viel er een team en toen hadden we gelijk best wel grote afstand. Volgens de finale, hoe ging die? Want toen was er ook weer een valpartij vrij in het begin. Toen viel er ook een team snel in het begin. En toen was het eigenlijk een beetje zoeken naar een goede positie. En het winnende team had ook een mindere rijder. Dus er reden ook 3 personen meer rondjes. En die probeerden we eigenlijk een beetje zichzelf leeg te laten rijden. Die probeerden we een beetje te volgen en op kop te laten rijden. En dan op het einde er nog overheen komen. Ja, uiteindelijk de finale haal je zilver. En je bent 2 keer 10e geworden op de individuele afstanden. Tevreden over het toernooi? Ja, individueel niet erg. Maar de relay maakt wel veel goed. Hoe heb je de Jeugdolympische Spelen als geheel beleefd? Dat is natuurlijk een hele bijzondere ervaring om mee te maken. En ik heb geprobeerd er zoveel mogelijk van te leren. En ik ben wel blij dat ik heen ben gegaan. Wat heb je bijvoorbeeld kunnen leren? Nou, het is natuurlijk vooral in het geheel de beleving van de sport en alle sporters bij elkaar. Dus het is gewoon heel bijzonder. Het smaakt naar...